Kijkers, welkom bij het tweede deel van In Gesprek Met. In dit tweede deel hebben wij weliswaar geen gast voor u, maar we hebben meer wat informatie voor u die wij met u willen delen. Deze informatie gaat over de EID Card Reader of de Card Reader die het ministerie van Binnenlandse Zaken en ook de e-government vanmorgen heeft gelanceerd in het perscentrum van het kabinet van het president. Daarnaast krijgt u ook wat persoonlijke interviews van de coördinator van e-government, dat is de heer Gadrito Hewaki, en ook de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Mike Noursalim. Kijkt u mee naar al deze presentaties. In maart dit jaar in gebruik genomen. U krijgt de details straks, maar ik hou het even globaal. En het hoogtepunt is dat u allemaal bent uitgenodigd vandaag om te witness hoe dat allemaal in elkaar zit. Hoe de kaart uitgelezen kan worden. En het mooie daarvan is dat we dus makkelijker kunnen maken voor de burger als klant, die dan niet meer hoeft te lopen om allerlei documenten te halen als uittreksels, maar gewoon met zijn EID kan komen en gemakkelijk transacties met u kan doen. De ID-kaart, mensen zijn het ook even al, we zijn een innovatieve ID-kaart. De technologie hebben we toegepast. We zijn geweest van een oude PVC-ID-kaart naar eentje met een chip erin, een e-ID-kaart zoals we het noemen. Wat ik even in het kort zal vertellen, dus nu onze ID-kaart, de voordelen van de e-ID en de integratie mogelijkheden met banken en ministeries. Dus nu onze ID-kaart, die oude kent je al. Mensen hebben nog die oude misschien nog, maar zoals de minister zei, zijn goed op weg. We hebben al iets van 20.000 of 40.000. Hebben we al een nieuwe ID-kaart geproduceerd. En dat is een heel goede stap en een heel goede doel binnen toch wel een korte tijd om zoveel te halen. We zijn in 20 december 2018 is de wet aangenomen. En 15 maart zijn we officieel begonnen, 15 maart dit jaar zijn we officieel begonnen met het produceren van de e-ID-kaart en ook uitgeven. Voldoet aan internationale standaarden, dat ook in die tal van veiligheidskleppen erin. Als je al eentje hebt, kun je ook zien dat je kunt met een blote oog een paar van die veiligheidskleppen zien. Maar op een bepaalde licht, denk blue lights of zo, donker light, black light, kun je dat ook nog aan de gegevens zien. Persoonsgegevens zijn digitaal, dat ook in, wat ik je ook straks ga vertellen, dat er dan op de kaart is een heel goede foto van uw plaats. En ook uw vingerafdrukken worden ook daar gezet. En ook nog wat basisinformatie, wat je ook straks zal voorhouden, zoals ik zei, foto's en vingerafdrukken. En dat maakt ook dat het overbodig is om je naar CIB te gaan, om je uittreksel te gaan halen. En dat is voor heel wat mensen heel wat goed nieuws, want mensen houden niet van CIB, heb ik begrepen. Hè? Als ze dan daartoe gaan, denken ze twee keer pols op voordat ze daartoe gaan. Dus dat is een pluspuntje voor hen. Zoals ik zei, het is persoonlijk. Waarom is het persoonlijk? Omdat die ID-kaart heeft dan, zoals ik zei, je vingerafdrukken erop. En om dan bepaalde gegevens te lezen van die chip, heb ik uw vinger nodig. Niemand anders gaat het gebruiken, want het is uw eigendom, het is persoonlijk. Het is veilig, dat wordt een van, dus de veiligheid zit ook al erin. De veiligheidsklep die 30 stuks, de veiligheidsklep zit erin. Dus het namaken gaat niet meer. Zoals de minister zei van, jouw PVC kan je gewoon thuis maken. Deze, naaien. En gemakkelijk, de gemak ervan gaat komen. Dit is de eerste stap. Alvast om dan te gebruiken bij banken en andere instellingen. Zodat we voor de mensen, voor het publiek van Suriname, het gemak kunnen zien van deze nieuwe ID-kaart. Hoe je gaat gebruiken, gaat het moeten inscannen. En daarvoor heb je een speciale laser voor nodig, een ID-kaart, een speciale kaartlaser nodig, die dan alvast dan bepaalde gegevens daaruit kan halen. Zowel gaat. Kaartlaser en de vingerdrukaflezer is dan gekoppeld, weet je wel, deze meneer, Shaving. Ja, dit is een applicatie. Lees dan de ID-kaart.
Je ziet dan dat alle basisgegevens komen dan alvast dan daarop. Als wat dan eigenlijk kan lezen op de kaart, komt hij dan als eerste zien. Maar alvorens je dan al meer wil weten, bijvoorbeeld als die persoon is getrouwd en heeft een aantal kinderen of zo, dan heb je dan wel de vinger nodig van de persoon om dan de chip te ontlokken en dan meer gegevens daarbij te halen. Ik ga het dus even over de vingerdruk aflezen dat jullie daar staan en de kaartreader om dat allemaal dan te checken. De kaartreader heb je nodig, van, dan ga ik dan de ID-kaart van de persoon plaatsen. En als ik dan meer wil lezen en meer te weten wil komen van de persoon die ID-kaart heeft, moet hij dan zijn vinger plaatsen, één van de 10 vingers. En dat wordt dan door het systeem, door de applicatie gecheckt. De applicatie? Wel, ik moet dan voor de veiligheid, iedereen kan zo'n applicatie krijgen, is een certificate, je moet dan dat aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die gaat dan eigenlijk dan die certificate dan opsturen. En zodat je dan het systeem dan op uw machine bij uw kantoor of werkplaats dan kunt installeren. Dus het is niet gewoon zomaar kopiëren en plaatsen ergens, dat gaat niet gebeuren. Het alles wordt dan heel goed geregistreerd. Allemaal heeft te maken met veiligheid. Op de kaart, elke ID-kaart heeft dan machinable readable zone. En dat zit je dan daar en links. Wat je dan moet doen is dan die machine readable code moet dan invoeren. Er zijn een paar vellen daarvoor. En zodat je dan alvast de eerste basisgegevens kan hebben. Dus naam, adres, woonplaats van de persoon. Dat is dan als je dan de kaart plaatst in de systeem zet. En zoals ik zei, van meer meter, je hebt je vinger nodig. Dat alleen kan de chip ontlokken. Zo, wat wij van plan zijn, is dat we dan eigenlijk dit systeem willen, laten we zeggen, introduceren, laten werken bij de banken. Omdat vaak genoeg dan, zoals de minister zei, heel wat Surinamers gaan bij de bank om een persoonlijke lening aankopen te doen. En de bank vraagt meestal dan een uittreksel of nationaliteitsverklaring. Nou, met uw nieuwe e-ID-kaart kunt u dan met die twee apparaten die je hebt, dus de software, de fingerprint reader en de kaartreader, is dan de mogelijkheid dat de bank dan eigenlijk uw gegevens al die opvragen daar kunnen doen. Maakt het ook makkelijker voor u als persoon dat u dan maar één plek hoeft te rijden. Ik zei zo even al, niemand houdt van om te gaan naar CIB. De tijd die je daar gaat doorbrengen, parkeerruimte, alles. Je kunt gewoon naar uw locatie gaan, naar de bank. En je kunt daar alles dan in één keer doen. Maakt het makkelijker voor u. Het leuke van de zaak is dat, dat gaat door Shane Sass demonstreren, is dat de gegevens die je ziet van de persoon, kun je ook in een PDF-file hebben voor de bank, voor uw administratie. Helemaal. En je kunt ook digitaal opslaan dan paperless werken, hè. Van daar naartoe. We gaan niet alleen blijven bij de banken, we gaan ook aan de instellingen, aan binnen het ministerie, aan het belastingkantoor met LGB waar men vaak genoeg gaat voor de grondaanvraag. Dan moet je ook zoveel papierwerk indienen, dat maakt het makkelijker. Met KPS, KKF, de minister sprak zo even over KKF, die heeft al jaren gevraagd naar de mogelijkheid hoe ze dan bepaalde gegevens van mensen die dan een bedrijf komen inschrijven kunnen krijgen. De mogelijkheid is er nu, met deze nieuwe e-ID-kaart, dus het maakt het veel gemakkelijker voor vele Surinamers en ook nog misschien buitenlanders die hier komen, je weet nooit, om dan heel goed zaken te doen in Suriname. Meneer Hiwaki, als coördinator van e-government van Suriname, heeft u vandaag de uitrol van de e-ID-lezer? Leesfunctie geïntroduceerd. Kunnen we aanleggen waarom nu? Want we zijn aan het eind van het jaar. Nou, het kan nooit te vroeg. Maar omdat er vanuit de wet, dus vanuit DNA, veiligheidskleppen moesten worden ingebouwd. Zodat niet ieder die een NFC-reader heeft, gewoon de ID-kaart informatie zou moeten kunnen uitlezen. Hebben wij dus een authenticatiecertificaat moeten bouwen. Met veiligheidskleppen, zodat uw gegevens nog steeds veilig blijven. In die zin dat alleen de instanties die deze
dit certificaat mogen hebben, dat die aanmerkingen voor kunnen komen en die alleen, die instanties alleen de informatie uit de kaart zouden kunnen lezen. Er is daarnaast ook nog dat, indien zo er is dan een onderscheid in instanties die alle informatie zouden moeten kunnen lezen, maar ook gewoon de basisinformatie op de kaart. Om u daarbij illustratie te geven. Wat op de kaart zit, is fysiek staat, zit ook op de chip. Maar daarnaast zijn uw adres en uw burgerlijke staat nog een keer beveiligd, waarbij uw vingerafdruk daarvoor nodig is. Want niet ieder heeft die informatie nodig. En als dus een instantie als de bank, die wel zou moeten weten als u een lening bij de bank neemt waar u woont en als u getrouwd bent, dan hebben daar ook naast de reader van de kaart een reader voor uw vinger, zodat ze de informatie kunnen zien en kunnen gebruiken. Is er dan nu een gedachte, want u geeft aan, het is een chip. Hoe staat het dan als de chip is beschadigd door bijvoorbeeld waterschade of als het is gebroken? U weet, kinderen, als ze het hebben gevonden, kunnen ze erop krassen. Hoe is de veiligheid daarvoor? Bij de keuze van de kaart hebben we daarom ook gekozen voor een chip die niet zichtbaar is. Dus die chip is in de kaart. Dus water, eigenlijk zou hij alleen kunnen breken indien hij de kaart zou vouwen. Of als de kaart door hitte of brandschade beschadigd wordt, dan moet u dus voor een nieuwe kaart naar CBB. Want dan is die chip niet meer te gebruiken. Ja, sowieso. Want de minister gaf zelf aan, er is een periode van 3 jaren. En er is ook al 140.000 kaarten die zijn gemaakt. Ik moet hem eigenlijk vragen of ze zijn opgehaald. Omdat ik begreep dat het een periode is dat heel wat van ze nog steeds niet zijn opgehaald. Dus er zijn 30.000 kaarten die niet zijn opgehaald. 140.000 kaarten zijn al, mensen hebben hun kaart al aangevraagd. Waarmee het ministerie dan ook bezig is, is een campagne om mensen te laten weten via sms dat hun kaart klaar ligt op welk bureau, zodat ze hun kaarten kunnen ophalen. Dus daar is het ministerie wel mee bezig. En tijdens de presentatie is ook aangegeven dat er met bepaalde bedrijven gaat werken. Hoe was de reactie of de feedback vanuit het bedrijfsleven dat ze hiermee kunnen werken? Nou, laat me zeggen, wat de keuze die we vandaag gemaakt hebben, en daarom hebben we het ook steeds gezegd, het is de eerste stap. De keuze die we vandaag gemaakt hebben zijn de banken, de financiële instellingen en de assurantiebedrijven. Maar het is zo dat elk bedrijf in Suriname dat nu persoonsgegevens nodig heeft, en waarbij u dus zaken als uittreksels of geboorteactes nodig zou hebben, dat die deze module kunnen aanvragen bij de minister van Binnenlandse Zaken. En wanneer dat geproefd is, wordt de informatie met u gedeeld als instantie, waarbij u dan de reader zelf mag aanschaffen. U doet de installatie en kan dan ook aan de burgers laten weten dat u vanaf de dag dat u ready bent, men bij u langs mag met uw EID als gemak, waarbij men geen andere documentatie meer nodig heeft van CBB. Dus als ik u dat goed begrijp, zijn er bepaalde instanties die wel aangeven wat voor gegevens zij allemaal, laten we zeggen, dagelijks nodig hebben. En andere instanties die wel alle gegevens nodig hebben. Is het ministerie die bepaalt wie wel toegang krijgt, wie alles heeft tot een bepaalde beperking? Ja, want laat me maar even noemen, een bedrijf sommige bedrijven die bijvoorbeeld zaken verkopen en u een interne lening zouden willen geven, hebben weer andere informatie nodig dan een notariaat die ook een history nodig heeft van met wie u eventueel getrouwd was als het gaat om zaken die zij doen. Maar de bank hoeft niet te weten wat uw history was als het gaat om met wie u getrouwd was op welk moment. Dus vandaar dat er onderscheid is en dat ook even getoetst moet worden op basis van criteria. En dan wordt het certificaat daar uitgegeven aan die instanties. Het type certificaat dat wordt uitgegeven aan de type instanties die dat nodig hebben. Minister Noor Salim, EID-kaart, lancering ervan al een paar maanden terug, begint al mooi te rollen. En vooral ook nu met de opkomende verkiezing. Is dat ook de bedoeling om het een beetje makkelijker te maken? Want 140.000 kaarten is niet een klein beetje. Ja, makkelijker te maken in die zin. Je moet het zo zien, met het oud systeem konden we maar 1 locatie doen. Hadden we maar 1 locatie. Nu rollen we uit naar alle bureaus, praktisch over het geheel land. Waar wij maar in een maand rond de 1.000 konden maken, zitten we op de 10.000. Dat je per maand kan maken, meer in elk geval.
hoe meer bureaus, hoe meer je kan produceren. We hebben wel een centrale plaats waar we de kaarten printen. Dat is onze printing house. Maar het mooie van dit project is, of laat maar zeggen, datgene wat we maximaal eruit moeten halen, is het feit dat het een contactless chip heeft en daar ook heel wat andere informatie, additionele informatie, verwerkt kan worden. Zaken die te maken hebben met je verhuizing, alle adressen, maar ook te maken met je, burgerlijke staat, zaken die te maken hebben met hoeveel kinderen je hebt. Heel wat informatie kan je allemaal opdoen, erop doen, zodat organisaties welke gebruik willen maken van die informatie die op die kaart zit, dat ze dat kunnen doen. En daarvoor waren we hier, om de mogelijkheid niet alleen te bespreken met de mensen, maar wat we hebben uitgerold als het gaat om de leasefunctie, om het zo te noemen. We weten dat voor alle zaken, allerhande zaken, er een uittreksel wordt gevraagd, nationaliteitsverklaring, just name it. Dat zal allemaal tot het verleden gaan behoren en daar doen we het om. Niet zozeer om de verkiezingen, want in de wet staat dat er een overgangsregeling is van 3 jaar. Laat me direct bij vermelden dat de mensen dan die hun ID hebben gemaakt en degene die nog een valide oude ID-kaart hebben. Ja. En ik zie dat u een heel oude hebt, voor PVC zelf. Dat het in wezen u het nog kan gebruiken naar de stembus toe. Echter, wanneer u naar een instantie gaat, voor example de bank of zo, en ze zouden informatie willen trekken uit uw kaart, dan kunnen ze dat niet meer met u. U heeft een plastieke, dan kunnen ze dat niet meer doen. Geplastificeerde heeft u. Dan kunnen ze dat niet meer doen. Dus u gaat zelf last van ondervinden, omdat u dan naar CBB moet gaan, waarschijnlijk ook een lange rij moet trotseren. En terwijl het heel makkelijk kan. En daar doen we het. We doen het voor een stukje efficiëntie, effectiviteit, maar ook een stukje veiligheid. Nee, want dit gaat ook een opluchting zijn. Want u zei die lange rij te trotseren. Daarvoor zijn heel wat mensen ook een beetje zat, CBB. Want vooral ook soms er maar 1 loket vaak genoeg gewerkt wordt. En om daarover gesproken, dit gaat dan ook ervoor zorgen dat men niet meer naar CBB hoeft te gaan voor ID-kaart gerelateerde vraagstukken. Maar de BVB's blijven nog bestaan, neem ik aan. Ja, uiteraard. Omdat de BVB's zijn niet, staan niet daar om alleen maar uittreksel en nationaliteit te verstrekken. Maar alles te maken heeft met burgerlijke administratie, zoals we dat noemen, BA of, en burgerregistratie. Dat alles zijn zaken die nog steeds zullen gebeuren op CBB. Als nou iemand is overleden en je moet aangifte doen als iemand is geboren, als je moet gaan trouwen, als je een nieuwe familieboek moet hebben überhaupt en ga zo maar door. Dus je zal nog steeds een relatie hebben met CBB, omdat voor de geboorte, na de geboorte, tijdens de geboorte en zelf bij je dood je een relatie hebt met CBB. Om het zo te zeggen. Maar, zaken wat u heeft opgenoemd, informatie welke banken, notariaten, scholen, allemaal, alle organisaties, bedrijfsleven, KKF, alle informatie die ze nodig hebben en die je kan trekken uit de uittreksel, zal nu op je contactless chip zijn, is al erop, als het goed is. En, maar ook, laat me dit direct bij vermelden, ook de onderlinge informatievoorziening van binnen het overheidsgebeuren tussen ministeries onderling. Wanneer je nou een onderneming opgesteld hebt en je moet naar KKF, als je nou naar belastingkantoor moet gaan, als er informatie getrokken moet worden. Nou, dat alles zal ervoor zorgen dat we heel gemakkelijk en ook kostenbesparend zullen werken. Minister, we hebben ook heel wat vreemdelingen die temporarily en ook permanent in het land wonen. En zij moeten daardoor dan ook een identiteitskaart hebben van Suriname. Hoe gaat dat, hoe verloopt dat? Nou, het is niet dat het nieuw is hoor. Men brengt dat ding alsof het een of ander nieuw ding is dat plotseling vreemdelingen een ID-kaart krijgen. Dat was ook altijd zo. Maar goed, waarom? Kijk, als je een permanent verblijf hebt en je moet zaken doen, wordt gevraagd naar een ID. We hebben dus de mensen een speciale ID-kaart gegeven. Nou, als je in het buitenland bent geboren, als je vreemdeling bent in het buitenland bent geboren, dan krijg je een ZX-nummer. Daar is dat al het eerste verschil. Het tweede verschil is dat mensen die geen Surinamers zijn, maar een andere nationaliteit en die beschikken over zo'n ID-kaart, die kaart heeft een rood kader. Bij de oude kaart zag je een rode achtergrond,
En ik dacht een gele. Gele was voor Surinamers en als je buitenlander bent, dan had je zo'n rode achtergrond. Nu hebben we dat gemaakt met een kader. Dus daar zit een verschil. Dat betekent ook niet überhaupt dat die mensen plotseling een ID-kaart hebben, dan mogen ze gaan stemmen. Nee, alleen de mensen die zijn voorkomen in het kiezersbestand, die mogen gaan stemmen. En wij zijn dat. Dat zijn de Surinamers. En als je nou buitenlander bent, of je bent in het buitenland geboren, of elders bent geboren dan Suriname, om het zo te zeggen. En je bent door de jaren heen genaturaliseerd. Nou, dan ben je Suriname, dan mag je wel stemmen als je voorkomt. Zo simpel is het. Minister, u gaf ook aan voor de presentatie dat er al 140.000 e-ID-kaarten zijn gemaakt. Maar Suriname telt 500 plus dichtbij 600.000 mensen. Denkt u dat de mensen, want vooral de oudere generatie, het belang ervan wel inzien? Ik hoop dat met deze presentatie vandaag, ik hoop dat wanneer het al eenmaal is uitgerold bij de verschillende organisaties, banken, notariaten, scholen, noem maar op, bedrijven, het bedrijfsleven, dat wanneer men dat zelf ziet, dat ook de burger meer vertrouwen zal hebben in het geheel en ook zal zien dat het te maken heeft met een stukje verlichting van de burger zelf aan de ene kant, want je bespaart heel veel tijd, kosten, geld. En aan de andere kant zorgt het voor een stukje efficiëntie en effectiviteit. Dus wij weten dat het langzaam, ik weet dat ook men een heel bekende adagium is, onbekend maakt onbemind. Nou, we maken het allemaal bekend, het is transparant, het is tot in detail te volgen, de wet ligt daar, alles is open en bloot. Dus ik denk sowieso, en als ik kijk naar hoeveel mensen al de kaart hebben, die al hebben enrolled, als we kijken hoeveel al zijn geproduceerd ten opzichte van het oud systeem, zelf de tijdbestek, zou je misschien 80% minder hebben dan wat we nu hebben gedaan. U gaf ook aan dat van verhuizingen en zo, dat er inzagelegging was een paar keren, ja niet een paar keren, is al begonnen voor mensen om hun gegevens te checken. En heeft u feedback gehad vanuit het veld, vanuit mensen vanuit het kiezersbestand die aangeven dat hun informatie niet klopt? Ja, ik heb begrepen dat de mensen nu bezig zijn en het was toen een voorlopige veeteel, zoals we dat willen noemen. Voorlopige ten inzagelegging. En volgens ons verkiezingskalender begint dat ergens februari, maart, hoor. Houdt u me ten goede. Maar er is een verkiezingskalender, u kunt dat allemaal krijgen. En dan ziet u dat we dan gaan naar de ter inzagelegging, de wettelijke ter inzagelegging. En de bedoeling is dat de mensen echt gaan nagaan om, ik dacht dat er ook een website is, ik dacht dat ze dat kunnen doen online ook. Doe dat, zodat u na kan gaan als u niet alleen voorkomt, maar als de gegevens erop zijn, als het correct is. En er zullen wel kleine incorrectheden zijn, maar daarvoor is de ter inzagelegging, zodat dat uit de wereld wordt geholpen. De privacywet waarover de coördinator van e-government het had, moet dat ook een geruststelling zijn voor degene die de overstap moeten maken? Natuurlijk. Zoals wij toen de nieuwe ID-kaart moesten aannemen in DNA, omdat je zit in een hele nieuwe tijdgeest. De technologie die verandert met rassenschreden, om het zo te zeggen, betekent dat ja, die wet zal niet meer zijn eentje uit de jaren 70. Dus we hebben ook dat moeten aanpassen. En dat betekent dat je ook zaken als privacy moet meenemen. En dat is nu een concept. Men is bezig ermee, zodat we ook alles dicht timmeren die de deur voor moet zorgen dat u als burger gegarandeerd veilig bent op dat stuk. Ja, kijkers, en met de interviews van de coördinator van het e-government project, de heer Gadelite Hewaki, en de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Mike Noorsalim, zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel van In Gesprek Met zag u mij in gesprek met mevrouw Denise Kaar. Zij is directeur-oprichter van de stichting Suriname Collection of Sex Workers, SUCOS. Zij had het over mensenrechten, respect hebben en ook meer een platform bieden voor sekswerkers die er in Suriname zijn. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is om 8:00 vanavond op 12.2. Tot de volgende keer en volgende week in Gesprek Met. Tot dan.